welkom bij een nieuwe aflevering van het Efteling Kids Test Panel. En de attractie die deze keer getest gaat worden is Joris en de Draak. En het Efteling Kids Test Panel van vandaag bestaat uit Noah. Noah is 11 jaar en haar favoriete attractie is de Vliegende Hollander. Tijmen. Tijmen is 11 jaar en zijn favoriete attractie is Baron 1898. En tot slot hebben we Rocca. Rocca is 9 jaar en haar favoriete attractie is Fata Morgana. Stoer en leuk Efteling Kids testpanel van me. Hebben jullie er zin in? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dat komt goed uit, want jullie gaan namelijk Joris en de Draak testen. Yes! Nou, dan zal ik jullie niet langer ophouden. Ik geef jullie even 5 punten mee om het even goed te kunnen beoordelen, ja? Oké, is die spannend? Snel? Mooi? Eng? En vooral ook leuk? Is dat duidelijk? Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Testen maar! En ondertussen kan ik jullie wat feitjes vertellen over Joris en de Draak. Neem plaats in de houten achtbaan en neem het op tegen een ander team van racers. Voor Joris en de Draak moet je minimaal 1,10 meter zijn. Ben je tussen de 1,10 en 1,20, dan mag je erin, maar wel onder begeleiding van een volwassene. En moet je plaatsnemen in het middelste karretje. Ben je 1,20 en langer, dan mag je er helemaal alleen in. Let op, je kan wel een beetje duizelig worden na deze spannende race. Efteling Kids Testpanel. Ik zie blije gezichten, dus volgens mij is het gelukt. Ja. Mooi zo. Tijmen, vertel eens, hoe is het begin van Joris en de Draak? Nou, als je dus zeg maar instapt, dan ga je naar beneden en dan naar boven. En dan als je helemaal boven bent, ga je een beetje naar rechts en dan maak je een ruime bocht naar links. En dan ga je heel graag naar beneden. Oei, en wat gebeurt er dan, Joya? Nou, dan ga je dus helemaal naar beneden. En dat is wel een beetje spannend, want je krijgt heel veel kriebels in je buik. En daarna maak je dan weer een scherpe bocht en dan zie je blauw naast je. Dus dat is dan wel heel grappig om te zien dat je dan een wedstrijdje doet. Ja, want je hebt water en vuur dan, hè? Ja. En jullie waren dan vuur, want jullie hadden blauw naast je. Ja. En wat gebeurt er dan, Rocca? Heel veel scherpe bochten en dan ga je overal onderdoor, helemaal overheen. En ja. En dan op het laatst maak je nog een bocht en dan zie je twee vlaggetjes en welke kleur vlag erop steekt, die heeft gewonnen. Nou, dan is natuurlijk nu de belangrijkste vraag. Hebben jullie gewonnen? Nee. Nee, oh, dat is jammer zeg. Maar hebben jullie het wel goed kunnen beoordelen dan? Ja. Oké, nou dan gaan we daar meteen naartoe. Is Joris en de Draak spannend? Oké. Is die snel? Mooi? Eng? Leuk? Oké, nou dat is eigenlijk een hele goede score. Er hoort er natuurlijk wel even een eindcijfer bij. Dus ik heb hier weer een stift en ik pak het whiteboard. Ik ga nog even overleggen, want ik ben ontzettend benieuwd welk cijfer Joris en de Draak krijgt. Ja, ik denk dat het 9,7. Nana, kom maar. Nou, jullie zijn eruit. Ik ben benieuwd. Joris en de Draak krijgt van het Efteling Kids Test Panel cijfer... Oeh, een 9,7. Dat is hartstikke goed, dat is hartstikke hoog. Nou, geef heel snel het bord dan maar aan mij en de stift. Want ik denk dat jullie wel een keer moeten winnen, Joris en de Draak. Hè? Dus ga snel nog maar een rondje. Dit was voorlopig de laatste aflevering van het Efteling Kids Testpanel. Vond je het filmpje leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je dat we nog meer attracties gaan testen? Laat dat dan achter in de comments. En wie weet zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!